Eva, gefeliciteerd. Je bent uitgeroepen tot FIH Wereldspeelster van het jaar. Ja, dankjewel. Ja, echt fantastisch. Helemaal niet zien aankomen, totaal onverwachts. Dus supermooie prijs. Allison, gefeliciteerd. Je bent uitgeroepen tot FIH Wereldcoach van het jaar. Dankjewel. Ja, ik had geen flauw idee. Ik wist niet de nominaties waren. Dus ik kreeg van de week de berichten die ik dat mocht uitreiken aan Eva. Dat heel bijzonder is als wij aan iemand van ons team dat mag uitreiken. Ik denk dat de drie kandidaten van Nederland en eigenlijk dat hele team hebben waanzinnig goed gespeeld. Maar de drie die genomineerd zijn, waren alle drie waanzinnig goed. Dus ik was meer gericht op onze kandidaten. En toen Liedewij stond op, was ik best verbaasd, ja. Maar hoe is het om de prijs in ontvangst te mogen nemen? Nou, ik neem deze prijs in ontvangst namens ons staf, namens de speelsters. Ik doe dit niet alleen. Ik mag voor een groep staan die zeer getalenteerd zijn. Met een staf die waanzinnig sterk zijn. Die mij scherp maken en die ons allemaal beter maken. Dus dit neem ik in ontvangst namens onze staf en namens de speelsters. Het is niet een prijs die je zelf in de ontvangst neemt. Ja, want wat maakt haar een goede coach in jouw ogen? Ik denk dat ze ons gewoon altijd weet te triggeren. Dus we gaan niet achteroverleunen. We willen eager blijven, we willen blijven leren, beter blijven doen. En ik denk ook dat als je de beste wil zijn, dat het allerbelangrijkste is. Los van het feit dat je natuurlijk een goed team moet smeden in die end. Moet je ook gewoon gierig voor die bal blijven en blijven willen winnen. En dat hebben we in het verleden ook heel erg goed gedaan, denk ik. Als speelster won je de prijs van Wereldspeelster van het jaar natuurlijk ook twee keer. Eva heeft hem nu gewonnen. Hoe is het als speelster om zo'n prijs van in ontvangst te mogen nemen? Het brengt ook wat druk met zich mee. Hè? Dus het is niet zomaar een prijs die je wint en je zet hem in de kast. Het is nu anders. Mensen zullen anders naar even kijken. Niet zo dat ze dat niet zo hebben naar haar gekeken. Maar dat geldt ook voor Liedewij en die ook de WK-speelster van het jaar is geworden. Het brengt druk met zich mee. En het is nu de kunst om hun wat helpen daarin om mee te geven wat het is om de druk van buitenaf nog meer op je gelegd worden. Dus dat is wat het meebrengt. En uiteraard met een stuk trots. Het was een mooi jaar voor je. Je bent uitgeroepen tot beste speelster van de Champions Trophy. Beste speelster ook van de EHCC. Je speelde op het WK de finale, je 200ste interland, waarin je ook een hele goede wedstrijd speelde. Ja, als je dat zo omsomt, dan is het ook wel terecht misschien dat je de prijs gewonnen hebt. Ja, ik had er zelf echt totaal niet. Ik denk er gewoon niet over na dat dat überhaupt kan gebeuren, zeg maar. Zoals ik net al zei, ik speel gewoon echt natuurlijk op mijn allerbest, maar het liefst voor het team gewoon om mooie dingen neer te zetten. Nu iets allemaal opzomt, dan is het inderdaad dat ik dacht, oh ja, dat was ik even allemaal een beetje vergeten. Maar nogmaals, nee, hartstikke leuk. Maar gewoon de prijzen die we met het team winnen, die zijn voor mij echt veel meer waardevoller dan dit. Los van het feit dat dit heel bijzonder is natuurlijk. De prijs gaat over het jaar 2018. Hoe blik jij terug op het jaar 2018? Ik denk inderdaad dat het wel echt een succesvol jaar is geweest. Vooral als ik kijk naar het team. Ook voor mezelf. Ik heb een goed jaar gedraaid. Ik ben fit gebleven, natuurlijk teruggekomen van een jaar dat ik weg ben geweest. En dan zo terugkomen, dat is iets waar je van droomt, denk ik. Ik ben ontzettend trots op dat ik dat zo gedaan heb en dat het zo gelukt is. En het smaakt naar meer, denk ik, ja.